mijn naam is Ems, een van de broeders. Op dit moment zijn we bezig met een workshop in het hiphophuis in het centrum van Rotterdam. Onderweg kwam ik van alles tegen. Summertime sunshine, het heeft hard geregen. Een lange tijd belangrijk, ik kan je alles geven. Het gaat lekker, maar het kan altijd beter. Allemaal. Nou, ik ben Lorenzo en ik manage Ems Broederliefde. Passie is heel belangrijk in dit, omdat je het uitstraalt. Passie is ook je drijfveer en met je passie kan je ook anderen inspireren om ook gepassioneerd te raken. Levende legende, zie ze op aarde. Zelfde principes, normen en waarden. Soms moet ik je beseffen en ben ik aan het staren. Hoe kan ik dit verklaren, niet vergeten wie we waren. En wanneer is het, man? Amen, doe dit niet alleen, nee, we doen het samen. Ja, mijn main ding voor vandaag is om die kids het gevoel te geven dat ze hunzelf kunnen zijn. En met eerlijkheid gewoon het vers komen. En als ze passie hebben voor wat ze doen en een doorzettingsvermogen hebben, dat hun op de been moet brengen. En tot nu toe gaat het wel heel lekker. Iedereen is ook gewoon lekker eigenzinnig, waardoor er gewoon veel dynamiek ontstaat in de workshop. En ja, ik ben echt benieuwd wat het eindresultaat gaat zijn. We hebben iets, magic. Ik denk dat we wel echt iets hebben. Iedereen doet zijn ding. Ik beloof het. Kan iedereen even staan? Denken, ik zie ze denken. We zijn nog money naar de Femke. Ik kan niet te veel spenden, zodat ik kan zorgen voor mijn mensen. Bij Obed, gebruik je talent. Je kent, maar wie je bent, moet ze op, dus op je tent. Hey, ja, ik sloop sowieso die tent. Ik alleen, weekend switch in uitgangstent. Haast voor 4 of 2 jaar student. Ik zie je heb alleen en alsnog dat je spent. Ja, alsnog dat je spent. Dat is een slechte mentaliteit. Wil dineren, ja, een hele goede maaltijd. Waarschuw het, daarna heb ik alsnog scheid. Meer love voor de fan dan voor die vieze meid. Hey, ben met Ems in de studio. Wordt niet gefilmd, check de video. Ja, in de studio Libido. Totdat ik verdien met mijn shows. Hey. Totdat ik verdien met de shows, kom maar. Hey, hey. Denken. Zie ze denken. Wij zijn een mooie net als femke. Ik kan niet te veel spenden, zodat ik kan zorgen voor mijn mensen. Rappen over ondernemen. Ondernemen. Deze wereld moet je real wezen. Maar als je vandaan komt, is het echt overleven. Je moet het zelf doen, dan word je niet gegeven. Life is hard, dus nigga be smart. Er gebeuren dingen in je leven die je niet verwachtte. Alles wat ik spit komt uit mijn hart. Ik ben al aan het rennen, jij bent nog bij de start. Hey, denken, zie ze denken. We zijn nog maar niet net als sterker. Ik vond het echt heel leuk. Ik heb eruit kunnen halen wat ik eruit wilde halen. Het was iets nieuws voor mij, maar het was wel heel leuk en leerzaam ook met anderen mee te werken en mee te doen. Het was wel leuk, want iedereen's passie is voor muziek en nieuwe dingen te leren ontdekken. Ja, het was wel leuk. Ook al heb je niks meer, gewoon door blijven gaan en je komt er wel. Ja, geef gewoon nooit op, man. Gewoon door blijven gaan. Al zegt iemand dat je iets niet kan, geloof gewoon in jezelf. Zorg dat je omgeving ook het beste met je voor hebt. En mentaliteit, discipline is ook een belangrijke factor wat betreft dit. Het belangrijkste is, als je valt, hoe sta je op en hoe ga je verder?